geweldig dat we hier in het AVL een inloopmogelijkheid hebben nu vanaf 4 februari. Waarbij iedereen, niet alleen patiënt, maar ook met name de partners, binnen kunnen lopen om over hun privé, persoonlijke problemen te praten in een veilige omgeving, in een vertrouwde omgeving. Niet medisch, want daar is een arts voor. En wij luisteren met onze ervaring naar eventuele persoonlijke problemen van zowel een patiënt als een partner. En we kunnen daar in ieder geval een luisterend oor in zijn. En wellicht ook uit onze ervaring putten en een inhoudelijk antwoord geven wellicht. Het is vooral heel belangrijk om te kunnen beseffen van tevoren wat de behandeling voor gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven. En wat is nou fijner dan wanneer je die vragen kunt stellen aan iemand die hetzelfde al heeft meegemaakt? Bijvoorbeeld, hoe ga je om met minder goed kunnen spreken, minder goed kunnen kauwen en slikken, etc.? Hoe ga je om met een veranderd uiterlijk? We weten inmiddels dat lotgenotencontact hierbij heel erg kan helpen en dat het ook een hele mooie aanvulling is op de professionele zorg. Maar als er een luisterend oor was geweest, iemand die dat ook had gehad, had mij zoveel echt doodsangsten geschild. Ja, het was een heel, zij misschien al in een 10 minuten, had die persoon mij toch heel veel angst kunnen wegnemen. Oude lotgenoot, kan je helpen door wat te vertellen over zijn ervaringen? Onomtrekt praten en de producten die je straks nodig hebt. Je hoeft je niet te schamen, want iedereen heeft verdriet en iedereen heeft doodsangsten. En ook iedere angst die je hebt, bijvoorbeeld voor de volgende controle als je weer hersteld bent, de angst voor bestralingen, dat zijn allemaal dingen die kun je gewoon rustig allemaal in alle rust bespreken. Het zou kunnen dat als ik het eerder een lotgenootcontact had gehad, dat ik me dan beter had gerealiseerd welke veranderingen er allemaal op ons af zouden komen. Dit inloopgesprek is eigenlijk voor iedereen van hoofdhalspatiënten die zeg maar in het Antonie van Leeuwenhoek behandeld wordt. Maakt niet uit in welke fase. Omdat we samen kunnen praten. En hun kunnen vertellen wat hun bezighoudt. Van de arts hebben ze al het medische gehoord. En van ons kunnen ze het praktisch horen en daar kunnen we met elkaar over praten. Bent u hoofdhalspatiënt in het Antonie van Leeuwenhoek, dan kunt u zeg maar een inloopgesprek houden iedere vrijdag van, bij de poli vanaf 9:30 's morgens tot 3:00 's middags. U bent van harte welkom.